Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrolijke Vever. Kan een beetje rumoerig zijn, de Vierdaagse begint binnenkort en de feesten zijn al begonnen. Ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over de Target Mini Starter Kit van Vaporesso. Het is een heel klein 40 watt apparaatje met ook temperature control voor de verschillende modussen. Het zit weer erg chic ingepakt. Eens even kijken wat er allemaal in het doosje zit. Natuurlijk het kabeltje opladen. Ziet er ook netjes uit. Doosje met handleidingen. En een extra coil. Eens even zien. 1,4 ohms. Nou, in dit apparaat kunnen dus ook keramische coils. Daar heb ik ook wel een pakje van meegenomen. Die review ga ik misschien een volgende keer doen. Even kijken wat er standaard in zit. Er zit een stainless steel zit er wel in. Nou, kijk, dit is de mod en dit is de atomizer. Ze zijn, zoals je ziet, bijna even groot. Het is echt een heel klein dingetje. Maar wel heel chic, voelt heel solide aan. In het doosje vind je ook nog een extra drip tip die voor mouw too lang gemaakt is. Die heeft een verlengd stukje. Nou, dit is de gecontroleerde airflow. Ja, dit is de normale drip tip die erbij zit. Nou, het openen van deze tank, dat gaat even wat anders. Het is, hij zou lekproof en childproof moeten zijn. Nou, ik had al wat last om hem open te krijgen. Het had een mooi blooperfilmpje kunnen worden, maar ja, 5 minuten kijken naar hoe ik een tank openmaak is ook geen lol. Dit bovenstukje, dat schroef je met de klok mee open. Dat kan er dan uit. Dan schroef je de bovenkant daarvan af. En dan heb je hier je coil zitten. Om er even uithalen. Ze zijn echt enorm. Deze dus van stainless steel. Kan tot 35 watt. Nou, het apparaatje kan tot 40 watt. Dus dat komt mooi uit. En ja, zo kan je hem straks vullen. Dan eerst maar eens even de coil primen. Ik hoop dat ik er genoeg vloeistof in krijg. Ik zie daar nog wat katoen. Ja. Het is wel heel lastig. Hij is heel diep. En helemaal onderin zie je wat katoen zitten. We gaan proberen daar wat op te krijgen. Het is wel heel lastig. Ik probeer nu een druppeltje er in te laten vallen. Dat lijkt gelukt te zijn. Ik ga hem zo toch maar even laten staan om hem wat in te laten trekken. Nou, gaan we hem maar eens even in elkaar zetten. Nou, coil gaat erin. Er is niks wat je vastschroeft in eerste instantie. Dus ja. Ja. Dan druk hem er gewoon in totdat hij stevig zit. Raar om een coil er niet letterlijk in te draaien. Maar even kijken. Nou, dus in die sleuven kan je hem dan dus vullen. Voor
sleutelslot er nu in zitten. We gaan maar weer eens in elkaar schroeven. Dat zo op de normale manier met de klok mee vervast. En dit gaat dan tegen de klok in voor vast. Ja, ik ben wel benieuwd welk kind. Nou, top airflow. Zo gaat hij dicht. Dan heb je nog een heel klein gaatje over. Even intrekken, kunnen wij ondertussen de modus doornemen. 5 keer drukken gaat hij aan. Netjes vaporessen, de vuurknop zit hier. We blijven nog even. New load of old load. Ah, hij gaat de coil even doormeten. Het is een nieuwe, dus dan gaan we omhoog. Nou, hij meet hem uit op 0,43 ohms. We beginnen zomaar even laag. Maar we gaan wel even de modus doornemen. Hij staat nu op wattage mode, dus maximaal 40 watt. Ik heb hem nu wat lager gezet, omdat we een nieuwe coil gaan indampen. Ik had in het boekje gelezen dat 2 seconden de modusknop, er zitten 3 knoppen, omlaag, omhoog en onder de modus. Als je 3 indrukt, een paar seconden. Als het goed is, staat hij dan nog steeds op dezelfde modus. Ja, even kijken. 1, 2, 3. Ja, dan gaat hij op nikkel. En weer even ingedrukt houden. En dan gaat hij op stainless steel. Nu eens kijken of ik het zo kan doen. Hopelijk naar de volgende modus. Ja, dan zie je op titanium. Wat ik dus wel merk, het duurt lang om alle modussen door te gaan. Even op M2. Meerbare modus. Ah, daar zijn we weer op wattage. Dus ja, dat is ik niet heel fijn. En ja, zou misschien dat je hem per ongeluk kan verzetten. Maar dat is voor latere zorg. Ja, het is toch wel een heel chic apparaatje. Heel klein. Hoeveel milliampère is die eigenlijk? Kunnen we dat nog vinden? Snel niet, maar dat zal niet heel veel zijn. Ik ben benieuwd hoe lang die meegaat. Maar we gaan maar eens beginnen met dampen, denk ik. Ah ja, dan mag wel wat meer watt tegenaan. 25. Ah, dat is te veel. Dit is gewoon voor de mooie. Dat smaakt al wel goed, betamd aardig. Ze dus mochten tot 35 watt. Dus we gaan eens even naar 27,5. Smaak is misschien wel een klein beetje vlak. Maar hij heeft al een goede dampproductie, dus op 27,5 watt. Ik denk dat het tijd is om maar eens even op het maximum te zetten. Nou, op 35 watt. De Vaporesso Guardian met de Target Mini. Dat is zeker geen onaardige dampproductie. Nou, dat is, ja, ik vind het ook weer een chic apparaatje. Ik denk dat ze ook wel weer iets hebben afgekeken van het design van de Cubis. Maar het ziet er netjes uit. Het is, ja, het openen van het ding is de eerste keer even lastig. Het heeft mij een paar krassen op mijn hand opgeleverd. Maar dan mocht de print niet drukken.
Ja, het is een heel handzaam, klein chic apparaatje. Het voelt heel solide aan. En het is zeker geen verkeerde dampproductie. Nou, ik zal binnenkort nog een keer een filmpje maken waar ik de ceramic coils in ga gebruiken. Dus ja, ben ik ook zeer benieuwd naar. Maar ja, de Target Mini met de Guardian van Vaporesso. Ik vind het een leuke combinatie. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.